Het is net zo'n lange film die je kijkt. En dat je op een gegeven moment op het einde wel denkt van oké, ik ben voldaan of zo. Een soort orgasme. Hey, hey. Ik denk dat Best Kept Secret publiek wel op zoek is naar een sound van Moes. Ook omdat ik nergens echt in een hokje val, denk ik dat dit juist de juiste plek is. We hebben show-elementen wat ik nog nooit in Nederland heb gezien. Ik probeer ook een beetje een verhaal door mijn show heen te trekken. Omdat ik best wel al wel een carrière achter de rug heb, probeer ik je mee te nemen door een reis van emoties en ook van mijn carrière, van het begin tot eind. Ik wou geen EDM lasershow of zo hebben. Ik wou wel dat ik zelf toch wel het zwaartepunt ben van de show, dus dat ik zelf wel het meeste lever. En zelf denk ik niet eens dat mensen niet veel geld in productie steken, maar ik denk dat het vaak gewoon niet heel origineel wordt gedaan. Dat het op een manier wordt gedaan dat je denkt van oké, het kost misschien veel geld, maar het voegt niet echt meer toe aan de show. Ik heb gewoon heel lang nagedacht van wat wil je zien als je naar een artiest gaat die je vet vindt. En dat is toch uiteindelijk het meeste wat de artiest zelf geeft. Dus het kwetsbaar, gewoon jezelf echt blootstellen en echt leven in het moment. Wauw! Best Kept, toen ik hier kwam, had ik met Rangel heel veel gesprekken hierover. En we wisten niet wat we moesten verwachten, ik zeg je eerlijk. Ik wist dat mijn broertje kwam vandaag, hij is hier ook in de zaal. En hij zei, Moes, weet je wat je vandaag moet doen? Je moet gewoon doen wat je altijd fucking doet, bro. Ik kijk sowieso naar alle grote acts op de wereld een beetje. En daar laat ik me wel een beetje door inspireren. Alleen het is een mengelmoes van, weet je, van oudheden. Weet je, van een Bob Marley tot Nirvana, tot Queen, tot Bad Bunny eigenlijk. Rosalía vind ik ook heel vet. Dus ik kijk gewoon voor alles. Maar ik probeer echt mijn eigen saus te brengen. En het zelf een beetje te maken met Rangel heb ik deze show ontworpen. En we lieten ons echt leiden door geen regels. Dus door gewoon te doen wat wij voelden. En wat ons leuk leek. En met de tour hebben we gewoon ook nog toevallig gezien dat het gewoon wel werkte. Fully in die D2. Ha, jij deed 1, maar ik deed 2. Sicko man! Dit was ver boven mijn verwachting. Dit had ik echt niet verwacht. Ik voelde wel dat er beseffers waren, maar ik wist niet dat het... Ja, dat dit was gewoon echt fucking ziek. Ik heb zo'n gevoel dat... Het kan misschien een beetje gek zijn wat ik zeg, maar... Dat de wereld gewoon is... Dat we in een andere wereld leven nu gewoon. Hè. En zelf genoot ik ook echt veel van die show. Ik heb echt gevoel dat ik zelf... Mezelf heel veel dingen heb verwerkt tijdens die show of zo. Weet je, ik voelde gewoon... Ik kon mezelf helemaal laten gaan ofzo.